Welkom er één bij weer nieuwe aflevering van Miles Morales. Mogelijk de finale. Jullie zien het in de aflevering of de finale is. Wij komen er pas later achter. Wat? Ik ben gesoftlocked. Hoezo ben je gesoftlocked? Ik zit in de machine. Kijk, omdat je, ik ga niet judgen hoor als jij een machine fetish hebt, maar... Het is een beetje raar. Kan je mogelijk de laatste controlepunt erbij pakken? Is het vast? Ja, maar kan je wel op start klikken of iets anders? Ja. Ja, dan doe je dat toch? Oké, gefixt. Het zag er heel waar uit. Ja. Zo. Oh, dat is op zich interessant. In, ja, ik pak twee er gewoon bij. In twee joinen wij een Science Foundation. En ja. Blijkbaar is de werkplaats, wat waarschijnlijk het laatste stuk van de game is, is dus die plek. Oh, oké. Okay. Dat lijkt me tenminste. Want ik zal het heel raar vinden als het niet het geval is, want... Je hebt letterlijk dezelfde locatie, dus... Ja. Oh. Nee, dus... Is niet dezelfde plek. Nee. Want die plek is letterlijk in het midden van het centrum, en dit is bij een haven. Oké. Nou, prowler tijd. Ja, eigenlijk is dat wel de bedoeling, Miles. Guess I'm doing this aloud, wij. Dat doen we toch altijd? Ja, daarom. Optief. Hoppakee. Hoppa. Nou, ik krijg gewoon een fight tegen de Prowler. Ja. Ja, dus... Nou, jij komt wel heel erg toch, hoor. Dat komt denk ik ook wel goed. Het is alleen even... Even kijken hoe snel ik dit kan, dat is meer. Booyah! Ja. Ik vind het design van de Prowler in de Spider-Verse nog steeds beter dan degene die we hier hebben. Boeiaa! Dit is zo'n standaard harnasje. Zo, duik je in. Zo. Nou, dit is volgens mij de Rhino of Battle Room. Ik ben wel echt ingelopen, ruim. Ja, klopt. Ik stond bij dat episode achter. Ja, omdat je dus, je hoeft de sidequest niet te doen die ik wel heb gedaan. En dat scheelt een heleboel.
zo. Kom op. Hup. Hup. Huppakee. Hé, hey, wat bro, how is het? Seppie pop. Nou, fase 2. Kom ik naar fase 3? Dat is de vraag. Boeia. You were never gonna accept me as Spider-Man. The risk I gotta take. Shut up, up, up. I'm done letting my family die trying to play hero. Shut up and check. Die venomstoten tikken wel mooi aan. Dit is niet praktisch. Zo. Hé, nou, Prowler is al klaar. Dat ging nog aardig rap. En als Prowler klaar is, dan weten we ook dat we nu naar het ding kunnen. Toch? Nou, ik zou niks voor zekerheid zeggen. Ja. De Tinkerer. Ja, doe nog even. I don't either. But I can't be the person you want to turn me into. I can't turn my back when people need me. I have to be better than that. Oh yeah. So. Maar ja, ik had wel onderschat hoeveel tussenstops je nog tussendoor hebt. Genki, my uncle just kidnapped me. Ik dacht, je gaat nog wel makkelijk van A naar B, maar. Kijk, dat willen we zien. 20% meer contactschade. He's throwing a tank. Ja, dit is je laatste kans om je uitrusting en vaardigheden te upgraden voor het einde van het verhaal. Ja? Ja. Nou, je gaat het gewoon afmaken nu hoor. Ja. Dan zeg ik ook, dit is de laatste, laatste half uur, 40 minuten. Proost. Sorry. Zo. Nee, kijk, voor Spider-Man 2 weet ik dat is echt een sessie op zichzelf voor dat laatste stuk. Echt? Ja, want je hebt 4 à 5 fases tegen Venom. En dat zijn echt fases. Dus één fase die je doet als Miles, een fase die je doet als Peter, nog een andere fase tussendoor. Dus dat is best een lang stuk. Dus ja. Zo.
Zo. Want hoe gaat het met de Rhino? Ja joh, het gaat. Ja. Zo, ja, fijn dit. Zo, ja, oké. Zo. Doe je ook gewoon vaak als je heel veel enemies moet killen, dat je gewoon maar een driehoekje doet. En kijkt van, ik zie wel waar ik uitkom. Ik ben alleen maar aan het kutten. Ja. Hallo, kunnen we... Oh. Wat? Was? Oh mijn god. I'm so dumb. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik had Rhino al veel eerder kunnen doen, maar ik was vergeten dat ik die motoren naar hem toe moet dieven. Oh, dat. Ik ben heel even kwijt wat ik hier nou moet doen. Ja, ik kan niet zo doen, want dit werkt niet. Okay. Webs won't reach. Yeah. Kijk, nu snap ik wat de game van me wil. Yeah, this will work. Duurde even. Nou, dat is weer te ver. Oké. De game is weer een leuk stukje aan doen op dit stuk. Kijken, die. Daar naartoe. Oké. Oké, dat is duidelijk. Nu snap ik wat ik moet doen. Zo. Duurt even. Maar dan heb je ook wat. Zo, ben ik klaar? Ja? Ja, als het goed is wel. Ja, eindelijk Rhino finito. Ja, het kan al een kwartier eerder klaar kunnen zijn, maar dat is harder. Ja, ach. Kan gebeuren. Gaat er dus doorheen. Game.
wat verwacht je nog van mij? Oké, die gaat. Ik kan ook daar naartoe. Ja, kan die uit. Haarlem gaat naar de kloten. Ja, ach. Zitten wij daar nou echt mee? Nee. Dan ga ik dus ook. Oké, dan is dit hier en dit daar. Nou, het duurde even, maar ik heb ook eindelijk deze puzzel klaar. Want je had net dat gedoe met die luiken, met die generatoren. Hè? Dat mag je weer doen met het luik. Oh, kut. Ja. Dus ja. Oké. Up there. Whee! Come on. We need to finish this. You and me. Waar is Finn? Finn. Finn. Oké. En dan weer een flashback. Nog even aan het einde van de game even een flashbackie. Ja, goed. Niet dat je 4 uur een game uitspeelt. I'm coming. Hey, where'd they put us? Ja, ik ben letterlijk maar de highlight. Gewoon iedere keer R3 aan het indrukken van waar moet ik langs. Daar precies, dat. Okay. Zo. Oké, hoe komen we dan binnen? Dan gaan we daar maar langs, hè. If you shine a light at it, it'll open. The flashlights on our phones will work. They won't reach. Okay. Something reflective. It'd be nice to find something mutable. Mutable? You mean change its shape? Look at you breaking. Nah, come on. Laat me deze ding oppakken. Shut up. We need something reflective. And something we can slide under the door, but still move around. Game, ik zie de oplossing. Laat me ook de oplossing doen. Dank u. Even kijken. Ja, dat is dus een rol. Helemaal goed. Nou, dit ga je nog wel redden hoor. Ja, ja, denk het ook. Wat ik me kan herinneren was, dacht ik, wacht, er zit de finale maar. Mm-hmm. En kijk, krijgen we ook nog een cameo. Cameo? Met Doc Ock, ja, met Doc Ock en Peter. Ook dat is een stukje Stan Lee bedoelde. Nee. Ik ben alleen geen fan dat ze geen model hebben gemaakt van Spider-Man 2 volgens de Spider-Man 4 ding. Ze hebben letterlijk weer Tom Holland's model gepakt. Waardoor Miles in sommige opzichten ouder lijkt dan Peter.
En dat lijkt me nou net niet de bedoeling. No, not quite. Goed. Need something else. We gotta try again. Zo. Met een bezem op straat staat er wat stilt. Ja. Als we dan toch hebben over nuttig zijn. Oh, dat is dezelfde site missie als net. Mm-hmm. Nou, kom op. Rush. Zo reizen weer verhinderd, krijgt de graf. Mm-hmm. Jij mag niet fast travelen. Ja, ik ben letterlijk hier aan het wachten voor een lift. Hey Dad. Hey Miles. Hi Mr. Davis. Finn says hi. You kids having fun? Make sure you get a picture. Ja, we vermaken ons prima. We breken alleen 26.000 wetten, maar dat maakt niet uit. Oh, Glennie is weer dikke C2 aan het streamen. Love you Dad. Bye. Lekker. Even weer wat filler. Fillers? Echt? Ja, flashbacks zijn fillers, hè? Ja, het is nog... volgens de speedrun is er nog een kwartier. Missie verlaten. Afvaart, ze vindt het setup. Ja, gauw lieve, doei. Hoppakee. Finn, you need to know. I'm done listening. Nou, ja. De wereld zou ook zo makkelijk zijn als mensen gewoon luisteren naar Spider-Man, hè? Sowieso. Maar dat is natuurlijk weer niet. Ja, natuurlijk niet. Dat ik mensen gaan moeten doen. Ja. Eigenlijk wel, ja. Echt? Ja, ach. Maar joh, het ergens over. Het gaat met één karakter binnenkort wel helpen, maar ja, dat is mijn karakter. The fuck? Wordt met de groene levensstraal neergeschoten? Ja, dat is een stuk van Prowler. Dus zoals ik al zei, jij schiet ook wel aardig op. Ik vind altijd die stukken leuk van, hij kan niet eeuwig in de lucht blijven, nou, bitch, try me. Het lukt me aardig hoor, om lang in de lucht te blijven, alleen ja, die combo's duren al zo lang. Lekker.
hoor. Even kijken, waar hebben we hier nog enemies? Nou, aan de andere kant. Op een plek waar ik niet makkelijk bij kan. Typisch. Zo. Kijk, dat is weer niet netjes. Chuck. Chuck. Huppakee. Zo. Ik vind het alleen jammer dat ik geen toegang meer heb tot mijn map, dus ik kan niet zien waar de enemies zijn. Ik had toch wel, ik had toch op R, hoe heet het druk, op R3. Ja, klopt, maar ik, op de map kan je dan gewoon de mensen zelf zien, dat maakt het soms wel eens wat makkelijker. De game is niet netjes, ze laat me even dingen doen die ik zou willen doen, maar oké. Ben je met de battle bezig of niet? Ja, ik ben bezig met de grunts voor Tinker zelf. Oké. Maar de underground heeft nu ook een bruut en dat kost wat tijd. Dus ja, dat is even wennen om in te komen. Nou, hup, 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 hup. Want ik probeer ook nog heel even mijn venom een beetje op te sparen. Dat ik ook tenminste zometeen nog wat venom heb voor de fight tegen Tink. Oké. Wee! Genki, talk to me! Nou, ik ben eruit, dus nu is het achter onze grote vriendin achterna. Nou, dat was phase 2 van de Prowler. Ja, het mooiste is nu ook, ik zit nu in een stuk van de game waar ze zeggen van, ja, wil je de rest van deze dingen unlocken? Prima, wacht maar op New Game Plus. Ja, ik denk niet dat ik nog zo lang wacht. Nee. Nou, ik zet ondertussen de timer ook stil, want ja, dit maken we wel af. Ik wil zeggen, als we nu stoppen, word ik gek. Ja, dan heb je nog 5 minuten voor een part, ja. Er zijn maar een paar situaties waarin ik de finale 5 minuten laat worden. Genki, can you hear me? Genki! Nou. Zo, was dat de Prowler? Ja, zo voel je ze niet. Is dat gereed voor? Nee. Het is naar verhouding een simpele fight als je eenmaal even. Als je weet hoe je moet ontwijken, is het een hele simpele fight. Precies. Zo. Zappakee. Oké, game, dat is niet netjes. Een gigantische laser in mijn reet gooien. Oh mijn god, er komen weer Mario films uit in de toekomst. Oké. Ja, maar dat wisten we, dat ging er toch op zich al vanuit. Ja, nog eens nog. Level 15. Ik gok ook nu ook naar de prompt zo meteen gaan krijgen van... Ja. Yep.
Maar als je Prowler hebt gehad, dan ga je naar het museum toe. En ik ben net uit het museum vertrokken, dus. Is het laatste komt. Ja, oké, joh. Ja, zij toch? Oh, dit stuk. Fuck dat. Ik haal hier al uit dat jij de controle erbij neer gaat leggen. Nee hoor. Oké. Okay. Maar je vindt het geen leuk stuk dat? Nee, ik vond het echt vreselijk. Al die enemies zoeken die hier rond het museum hangen. Oh, kutje. Ja. Huppakee. Hup. Ja, het is gewoon die een beetje enemies neerhalen. Is het ook? Ja, ik had liever gehad dat ze me gewoon niet hadden gezegd, weet je wat, hier heb je de tinkerer, succes ermee. Dat gebeurt niet, dat weet je. Nee, klopt. Maar ja. Eén ding mis ik wel, en dat is zowel in deze game als in 2. Ik mis wel een beetje die fights die je had met de Sinister Six. Want je hebt geen aerial fights in deze game. Maar ik weet niet hoe goed jij nog de fight tussen Vulture en Electro nog in je hoofd hebt zitten. Niet. Een zeer leuke fight om te doen, en dat zit niet echt in deze en zit ook niet echt in 2. Oh ja, hier ben ik ook een keer geglitcht, dit stuk. Waar ben je ondertussen niet geglitcht? Goeie question. Vraag. Wee! Tiefst even het water in, dank u. Fijn weekend. Hup. Oké. Kom op. Stop nou eens een keer met die reinforcement, jongens. Het is wel een keer goed zo. Ja, hartstikke mooi dit. Het is wel een keer goed zo met al deze reinforcements. Maar echt. Ja, van het blijft bezig gaan, jongens. Het is hartstikke prima dit in de sidequest hoor, maar in de story, het enige wat ik wil is gewoon direct door naar de final boss. Niet al deze rompslomp. Want het wordt er vaak niet beter op. Oh, het ronddraaien van het gedoe. Ja, daar was ik dus mee aan het kloten. Ik had niet in de gaten dat het kon. Ja, ik zie nog één rood puntje en ik hoop dat dat de laatste is. Zo. Oh, ja.
Theootje. Ja. Dit begint erop te lijken. Dit begint al op het einde te lijken. Zo, nou. Hoe gaat het met de mobiele? De mobiel? Ja, het draaien, dat middenste stuk. Dat is een mobiel. Dat je die punten met elkaar moet verbinden. Oh, dat. Ja, dat gaat toch beter, maar dat maakt toch een hele tijd. Je hebt toch al gewonnen. Nee, wie weet. Misschien ben ik heel lang bezig met de tinkerer. Nou ja, man. Op deze difficulty? Nee. Nou, kom op, fight. Ik wil geen cutscene fight, ik wil een normale fight. Plus. Zo kan die verbinding niet gemaakt worden, wat is het voor gezeik? Omdat je via waarschijnlijk nog iets moet doen. Ja, toch, zoek het maar uit. Jij bent aan de beurt, succes de Mike. GG's, weepies, jij wint, GG. Ja? Nou, ja. Ik heb dit ook op moeten zoeken, dus... Oké, dan probeer ik je nog zo snel mogelijk uit je lijden te verlossen in deze fight. Lijden? Ja, lijden nog wel. Missie verlaten. Joe, fijne dag. Fijne dag, jij gaat nog een beetje kloten. Zo. Ik zat toch al langer naar jouw scherm. Waarschijnlijk. Zo. Dat is niet netjes. Hoppakee. Ja. Hoppakee, fase 1 is klaar. Nu is de vraag, lukt fase 2 net zo makkelijk? Tuurlijk, man. Nou, typerend, een reactor die opblaast. Boom, chakalaka, boom, boom. Pretty much, ja. Ik ben nu al slingeren zonder dat ik een klop indruk qua bewegen. Nou, dat moet ik wel. Dat is fijn. Kan ik iets vastpakken hier? Nee. Chak. Chuck. Zo. Venom stoot erbij. Hoppakee. Oké. Bizar hoe snel eigenlijk dit gegaan is. Ja, maar ja, dat zo zien maar hoe klein deze game eigenlijk is, hè? Ja, ze nou, dat was fase 2. Nou, dan één fase, dus GG's. Zo.
Wat? Ja? Okay, dat is niet netjes. Als ik ga gooien, dan mag je geen dingen neerdouwen. Dat is niet netjes. Zo. Chaka. Nou, dat was fase 3. Nou, nu is de vraag van gaan we fase 3 in of gaan we fase... Nou, is fase 4, 3 niet klaar of gaan we naar fase 4? Don't make me kill you. You can't win. Why do you keep fighting? Nou. Ja, dat is makkelijk omdat ik Spider-Man ben. Wat? Nee, cutscene. Van waarom doe je dit? Ja, omdat ik Spider-Man ben. Ja, dat is een beetje een makkelijk excuus. Zo. Nee, fase. Ik dacht dat ik klaar was met fase 3, maar fase 3 is nog een stukje. Lekker man. Zolang ik maar Finn kan hitten, is er niks aan de hand. Maar ja, ik moet daar kunnen hitten. Dat is altijd een gedoe. Ja, met die Venom stoots kom je er altijd wel doorheen. Tuurlijk. Zo. Ja, hup. Huppakee. Ja. En tjak. Kom op. Stort nou ook gewoon van het gebouw af. Ja, dit ziet er aardig cinematisch uit. Ik denk dat ik klaar ben. Alleen, zeer zeker weet ik nog niet. Ah nee, de graffiti. Dat is nou jammer. Ja. Red je één persoon of red je Salem of red je de hele stad? Dat is altijd de vraag. Zo. Maar jij bent gewoon aan het slingeren? Ik ben gewoon aan het niks te doen. Ja, oké. Okay. Toen jij klaar bent. Ja, snap hem. Ja, ik ben nu bezig met dat stuk dat je moet gaan lopen naar de reactor. Wat volgens mij ook het einde van de game is. Klopt. Miles, kan je nou niet sneller lopen? De microwave scene van Metal Gear Solid 4, dit is het niet.
Dan heb je een vergelijkbaar idee, maar dan zie je ook scènes van wat allemaal in de wereld nog gebeurt. En dat heb je in dit stuk niet. Nou, kom op. Zo. Hoppakee. Zo, klinkt als? Ja, dat klonk heel goed. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to. En de reactor uitgeschakeld? Bijna, ik heb de eerste poging net gehad. Dus nu is het tijd voor de tweede poging. Zo. Nu is de vraag. Is de tweede poging de laatste poging? Ligt eraan of je onder de puin ligt, ja of nee? Als ik zo kijk, wel ja. Ja. Ja, want Finn is nu aan het nadenken, wat moeten we nou hiermee doen? Nou, dat is een hele goede vraag, Finn. Gewoon mee optillen, dat is het enige wat je moet doen. Ik wou het zeggen, dat is maar het enige wat moet. Boom. En volgens mij zijn we toen klaar. Lekker man. Want Miles stort in aarde. Nou ja, Spider-Man 2 is en Miles overleeft het. Dus arme reflectietijd. Great game. Not as great as the first one, but still a great game. Ja. Oh, oh, oh. Ik zit bovenop de Empire State Building. Ja. Nee, dit is een hele goede game. Het is gewoon een compactere versie van Spider-Man 1. Ja. Yep. Dat is de beste manier om dit ja, inderdaad. Om dit te zien. Gewoon een hele compacte versie. Alles doe je. Alleen ja, ze deden wel een beetje dezelfde storybeats als 1. Zo hè, ik zit eigenlijk bovenop de Empire, jezus. Mm. Nee, het is een goede game. Wat valt er meer over te zeggen eigenlijk? Ja, niks. We hebben al gezegd wat hierna komt een paar keer. Hierna komt Spider-Man 2, dus dan gaan we letterlijk hetzelfde doen. Precies. Een game waarvan ik helemaal niks af weet. Nee, en we hebben al gezegd, Harm speelt op Friendly en ik ga wel spelen op Ultimate. Dus de Xenoblade 2 clausule. Ja. Dus, jij weet alsnog, hè? Dat begrijp jij. Nee, weet niet. Ik moet echt veel meer damage doen. Ja, oké. Okay. Dat is zo, maar toch. Uh-huh. Loopt de credits al? Nee, nog niet. Goed. Serieus, een Stream Deck OLED wordt het genaamd. Ja. Okay, grappig. Nou, wij slingeren weg. Oh, dan ben je er al bijna. Een opoffering. Krijgen we credits? Oh, 4 weken later. Dat is hartstikke mooi. Filmpje overslaan. Ja.
credits. Lekker. Nou, mensen, bedankt voor het kijken van deze serie. En tot de volgende keer. Yes.